Hallo beste kijkers. Ik heb het de laatste weken behoorlijk druk gehad met de autosport. Wat dat precies inhoudt, nou, mocht je interesse hebben, kijk dan even hier op deze Facebookpagina. Hoe dan ook, het is tijd om weer eens te gaan vissen. Ik heb zin om te gaan feeder vissen. Ik zal je uitleggen waarom. Als het roofvisseizoen beëindigd is en je krijgt de gesloten tijd, ga ik altijd pinvissen in de polder. En dan vang ik hoofdzakelijk dit soort schubkarpers. Schubs en braasems aan een zware hengel, wordt het tijd voor wat meer variatie. En voor mij is dat feedervissen. Altijd leuk, je weet nooit wat je tegenkomt. En ja, in ieder geval voren, zeelt, winden soms, giebel, af en toe karper en hopelijk veel braasem. We zullen zien hoe het gaat lopen dit seizoen. Voordat we gaan vissen, nog even iets over afhouders. Dit is het model wat ik al jaren tot volle tevredenheid gebruik. Ik meen dat het van Albatros is. Het is perfect voor mijn manier van vissen met een zelfhaaksysteem. Ik heb ze in de loop der jaren wel een klein stukje ingekort. Maar dat is alleen omdat het zo'n gigantisch gepiel is om een lijntje, een gevlochten lijntje van 700ste door het buisje te krijgen. Dit gebruik ik trouwens op de voerstek. De zwerfkorf heeft er altijd zo uitgezien. En die viste ik dan met twee maïskorrels en twee maden op een her. Dit jaar wil ik de maden zoveel mogelijk thuis laten. Omdat het hier in de buurt miechelt van de kleine vis. Baarsjes en vorentjes vooral en kleine bliek. Ik ga vissen met een werfter, zoals ik gezegd heb. En die combineer ik dan met een inline korf. Ik wil toch eens proberen of dat iets voor mij is. Ik ga even een uurtje vissen om te controleren of al mijn spullen in orde zijn. Dat is nodig, want ik vergeet altijd wel iets op de eerste sessie. Nou, hier recht voor me maak ik een voerstek achter het talud. En dan links van me, want het stroomt naar links op het moment, ga ik een beetje zwerven. Met de zwerfkorf. Ja.
twee maïskorrels en twee kattenbrokjes die langzaam oplossen. Ze beginnen drijvend en zakken dan langzaam naar de bodem omdat ze water opnemen. Dit gaat op de voerstek achter het talud, aan een her. De korf vul ik met lokvoer. Voor een deel. Daar komt de gemalen onderbrokjes op. Die gaan drijven en verlaten de korf heel snel. Maden en kasters, die ik helaas ben vergeten te zeven, maar ja, het is de eerste keer weer van het seizoen. En dan aan de andere kant gewoon weer afstoppen met lokvoer. Ik zit een uurtje te vissen en ik heb nog helemaal geen beet gehad, niks. Wat ik wel inmiddels ontdekt heb, is dat zo'n inline korfje me niet bevalt. Deze is 28 gram, wat ik eigenlijk al aan de zware kant vind. En er kan heel weinig voer in, maar het valt me tegen. Nee, het is ook lastig wisselen. Geef mij maar gewoon dit. Een simpel, ouderwets afhoudertje. Kan je een loodje aanhangen. Kan je een kooi aanhangen. Het wisselt heel makkelijk. Ook fijn in je voederaal. Waar je alleen maar het afhoudertje op je lijn laat zitten. Ik ben er klaar mee met die inline loodjes. Gaan we terug naar af. Ik kreeg laatst de vraag waarom ik nooit, of bijna nooit, met de method vis. Nou, dat is eigenlijk heel eenvoudig. Op de voerstek dichtbij heeft het geen toegevoegde waarde. Daar is een wartelloodje van een gram of 15 meer dan voldoende. En op een zwerfkorf loop je altijd het risico dat je af en toe op een modderige bodem gooit. Nou, een zachte bodem en de method vind ik geen goed plan. Het hele spul duikt in één keer de modder in, inclusief je haakaas. Zo eenvoudig is het. Ik ben wat langer blijven zitten dan ik van plan was, want het kanaal begon plotseling harder te stromen en dat wil nog wel eens wat opleveren. Nou, dat was ook zo. Alleen, ik heb alleen maar blikken gezien en vorens en daar ben ik nu wel klaar mee. Het weer is omgeslagen en ik denk dat we zo onweer krijgen, dus het wordt tijd om te vluchten. Ik ga op huis aan. De volgende keer vis ik een serieuze sessie. Tot dan. Het zonnetje is erbij gekomen. En dan meteen meldt de eerste braasem zich. Het is nog een mooie ook. Precies 60 centimeter. Gevangen op mais. Ja, wat willen mensen nog meer? Lekker weer en vis. Half uurtje stilgebleven en dan komt deze, een hele fraaie. Hij heeft nog wat beschadigingen van de paai. Prachtig toch, zoals hij erbij ligt hier in het zonnetje. Mooie gouden schubben. Ik zal hem even meten. Precies 60 centimeter, net als de vorige. Dat zijn mooie vissen hoor. Of ik beet heb op een andere hengel. Ja, ik moet er even vandoor. Ik had tot nu toe nog nauwelijks een behoorlijke beet gehad op die wefter. Ik denk, ik doe er een broekje mee. Nou, echt waar. Toen ik hier zat te filmen net, toen kreeg ik een aanbeet. Het schoot los helaas. Er zat meteen een braasem op. Nou, nu ga ik dus ook op de wefter voortaan met een brokje vissen. Het is echt een fantastisch middel. Het werkt volgens mij op elke aas. Verder vissen. Nou, het kan raar lopen met vissen, maar dat wist je al. Nou, die verspeelde vis heb
heb ik gewoon 2 uur lang helemaal niks meer gezien. Geen stootje, zelfs niet van kleine vis. Tijd om in te gaan pakken. Tot de volgende keer. Mooi plekje. Hier zullen de insecten blij mee zijn. Allerlei prachtige wilde bloemen. Schitterend. Te vissen en dit is wat ik vang. De een na de andere ruisvoren. De bodemaarsers die hebben zich nog niet gemeld. Nou, doorzetten dan maar. Mijn stek wordt al 2,5 uur geterroriseerd door voren. Vooral op de voerstek. Daar vis ik met mais en dat kunnen ze net mannen, die twee korrels met een brokje. Dus daar vang ik regelmatig. Maar ze zijn allemaal tussen de 15 en 20 centimeter, niet bijzonder. Op de werfter gebeurt eigenlijk niks. Ik heb er even beet op, zolang het brokje er nog aan zit. Maar zo gauw ze dat eraf gepeuzeld hebben, is het voorbij. En hebben ze er geen belangstelling voor. Nou, bodemaarsers zijn gewoon niet thuis vandaag. Dus ik kijk er nog een half uurtje aan, dus bijna 5 uur. En dan stop ik. We gaan volgende keer gewoon weer verder. Tot dan. Vorige week heb ik hier gevist. Het was erg warm en weinig wind. En kon ik alleen maar voren vangen. Vandaag ziet het er veelbelovend uit. Er staat een behoorlijk windje. Het is niet meer zo helder, af en toe wat bewolking. Ik heb er wel vertrouwen in. Het zou me ook niks verbazen als de karp het gaat doen. Dat wordt dan wel spannend. Op een 40 gram feederhengeltje. We gaan het beleven. Dit is voor mij de ultieme manier van vissen. Gewoon je eigen stek, midden in de polder, op een plek waar helemaal niemand komt. Lekker rustig. En alleen omdat het ver lopen is en andere vissers daar geen zin in hebben. Laat staan dat ze zin hebben om een stek bij te houden. Heerlijk hier. Ik heb de Action Can meegenomen. En ik heb hem op de steel van mijn schepnet gemonteerd. Ik hoop dat ik hem vaak nodig heb. En ik hoop vooral dat ik niet vergeet om hem aan te zetten. Deze keer wel bij zijn. Ik zit er nog maar net, dus alles kan nog gebeuren. Ik hoop dat hij een beetje op de actioncam staat. Want dat is best lastig. Zo op je steel van je landingsnet. Ja, we zien het wel. Hij mag terug.
Werfter zie ik helemaal niks, dus die ga ik vervangen door twee pellets en een kattenbrokje. Het is weer zo'n middag geworden met brasem in de laatste levensfase en heel veel voren, zowel blankvoren als rietvoren. Het is eigenlijk niet te geloven dat de snoekstand hier zo slecht is. Het is echt waar, er is bijna geen snoek meer te vangen zo langzamerhand. En de zeelt ook nog nooit te vangen hier. En de baars wil niet groeien. Nou ja, ik heb er in het verleden genoeg over gezegd en geschreven. Ik ben er even klaar mee. Ik ga kijken hoe Max het doet in Monaco. Tot de volgende keer. Ik zit weer op een prachtige plek. In de polder. Een van de weinige watertjes hier in de buurt met troebelwater. Voor de rest is het overal glashelder. Het is heerlijk weer. Het is 1 uur 's middags nu. Er staat een prachtige kabbel op het water. Ik ga het naar mijn zin krijgen en ik heb er vertrouwen in. Ik heb een mooi stekje gemaakt tussen het riet. Nou, wat goed is, kom snel. Ik had binnen 10 minuten een kleine bruisem en meteen erachteraan deze. Nou, binnen 20 minuten mag ik nummer 3 bijschrijven. Ook weer op de mais. Mooie vis, precies 60 centimeter. Verbaasd, verbaasd, verbaasd.
weer een prachtige brasem. Hij heeft nog paaiuitslag zelfs. Nou, dat had je niet meer, dat had ik niet meer verwacht in deze tijd van het jaar. Hij mag snel terug. Misschien kan hij nog een beetje plezier beleven. Ook weer op mais. Met een brokje. Op de andere hengel heb ik pellets gedaan. In plaats van een wefter vandaag. Helemaal niks op gezien nog. En dit is nummer 4 of 5, ik weet het niet meer. Ze komen zo snel achter elkaar. Nog terug. Het begon heel snel. Maar het was ook weer snel afgelopen. Het is inmiddels 4:30 en ik heb al een tijdje niks meer gezien. Ik geef het nog een uurtje. En dan ga ik naar huis. Ondertussen weer helemaal geen beet gehad op de pellets. Nou, mocht ik nog iets vangen, dan meld ik me. En anders tot de volgende keer.